Jullie hebben veel media gehaald, binnenlands bestuur. Iedereen heeft jullie lang zien komen over het strategisch vermogen van Haarlemmermeer. Veel mensen hebben het gelezen. Wat verandert dat nou voor HRM? Wat moet jij daar nu mee? Nou, we hebben bij ons de inhoud zeg maar, van ons werk en dus het versterken van het strategisch vermogen, waarvan wij dachten dat het nodig was, hebben wij gekoppeld aan een leiderschapsprogramma. Dus de managers die volgen bij ons strategieateliers, gegeven door professor Dr. Roelin het veld. En we proberen dus de leiding, het leidinggeven, ook aan die medewerkers te koppelen aan de inhoud van ons werk. Maakt dit voor jou de manier waarop je HR neerzet in de organisatie anders? Nou, het maakt ons nog bewuster, vind ik, als HRM, dat het gaat om de inhoud van dat werk. Over wat we als gemeente, wat onze opdracht is, wat onze rol is in die gemeentelijke samenleving. Verandert dat als laatste ook in taken die je doet? Doe je dingen nu niet meer of anders? Nee, het is niet zo dat... Daar kan ik zo 1, 2 geen antwoord op geven. Daar zou ik iets langer over na moeten denken. Maar wat het wel verandert is nogmaals dat we daar een leiderschapsprogramma aan gekoppeld hebben. En dat we nu vervolgens ook een nieuwe strategiekoers aan het uitrollen zijn. En de titel van die koers is, of de bedoeling is, werken aan de bedoeling. Dus stappen uit de systeemwereld en weer terug naar waar het werkelijk om gaat.